baas voor Twan. Oh. Ja. Ja. De BMX-baan op Papendal of de BMX-baan in Erpen? BMX-baan op Papendal, sowieso. Nee, die was niet. Naar de bioscoop of uit eten? Oh. Uit eten. Deze is wel grappig. Raymond van der Biezen of Rob van de Wildenberg? Rob van de Wildenberg, omdat hij een lange coach is. Okay. Nooit meer krachttraining of nooit meer een wegtraining? Ja, voor de hand liggend zou zijn voor mij nooit meer een wegtraining. Maar ik denk in de toekomst dat ik dan lange termijn nooit meer krachttraining. Moet een beetje aan de pitch lukken, hè? Nee. Switchen naar voetbal of switchen naar Formule 1? Nou, voetbal proberen we elke keer in de warming-up. Dat gaat het nooit worden. Ja, karten ben ik ook niet de beste in, maar vind ik dan wel leuker. Dat is Formule 1. De BMX-fietsenslag kleine of de BMX-fietsenslag groot? Kleine nooit geprobeerd. Groter wel. Ja, sowieso eten trouwens, ja. Studeren of werken? Huidige situatie, ja. Ik ga niet aan het werk. Wereldkampioen worden of Olympisch zilver behalen? Ja. Dat blijft een eeuwige discussie, denk ik. Maar uiteindelijk... ja, wereldtitel vind ik dan binnen de sport. Is een wereldtitel, denk ik... meer waard dan Olympische Spelen. Olympische Spelen is een groot publiek, is dat meer waard. Maar uiteindelijk fiets ik omdat ik het sport leuk vind. Dus ik zou het graag willen. Dat was hem.